13 september loop ik mee met de Vrouwenmars in Utrecht. Die is georganiseerd door Vrouwen voor Vrijheid. Ik vind dat echt een geweldig initiatief en de eerste die ik ook echt voel van ik wil er echt bij zijn. Eerdere demonstraties was ik eerlijk gezegd wel een beetje bang voor het geweld. En ik vind ook wel dat het geweld te veel de boodschap heeft overschaduwd tot nu toe. Er zijn ontzettend veel mensen die echt niet achter het huidige beleid staan, moeite hebben met de grondrechtenbeperkingen en met het nieuwe normaal. En ik hoor erbij. Ik was me even kwijt. Nee, wacht, ik weet het al. We zijn met zoveel. En ik vind dat wel wat. Dat moet gewoon ook mooi zichtbaar worden. En niet met allemaal excessen in beeld worden gebracht. Nee, dus wij gaan. Ik vind het format geweldig. Vrouwen lopen met elkaar een mars door Utrecht. We eindigen op een veld met een sprekerspodium. Daar zijn alle geweldige mannen welkom. 100%. Maar dit moeten even de vrouwen doen. Want de vrouwen. Ik geloof zo hard in de kracht van vrouwen. Intuïtief. Ook hier. Ik geloof dat vrouwen eventjes aan de bak moeten. En dat begint met verbinden en verenigen. We gaan geen ruzie maken. We gaan verbinden en verenigen. En laten zien dat wij een andere toekomst wensen voor onszelf, voor onze kinderen, voor andermans kinderen en voor de kinderen van de kinderen van de kinderen. Dus ik hoop jullie daar te zien. Ik mag ook spreken. Daar heb ik heel veel zin in. 13 september dus. Ja man, ik heb net een ander filmpje opgenomen. Toen moest ik huilen, dus ik ga nu ophouden. Maar ik vind dit echt belangrijk. Ik hoop jullie daar te zien.